Those are strange sentences. Ik ben Geraldine Maton, ik ben teammanager van Antwerpen Progressive Engineering. Ik werk hier 5 jaar, waarvan 2 jaar in management. Het team is heel gedreven en ambitieus. Ze zijn heel out of the box, ze denken ruimer dan normaal, wat heel innovatief als team is. En daardoor groeien ze ook enorm sterk. De war story is, ik had eigenlijk ooit een klant als een brouwerij die zocht naar een specifiek profiel. Ik heb daar heel veel mensen voor gesteld die eigenlijk tot een final kwamen. De eerste was vergeten zijn vrouw te informeren dat hij aan het solliciteren was, dus die mocht uiteindelijk niet tekenen. De tweede die ik voorgesteld heb, die kreeg een hernia vlak voor de dag dat hij moest tekenen. Het heeft uiteindelijk meer dan een jaar geduurd, maar als beloning heb ik wel mijn bankbier gekregen. Mijn slechtste souvenir is eigenlijk mijn allereerste deal. Mijn kandidaat belde mij s'avonds op het midden van de straat dat ze het offer ging accepteren. En er was niemand bij mij, ook niemand thuis. Dus ik heb de avond alleen doorgebracht en eigenlijk niet echt kunnen vieren. Mijn superpower is dat ik eigenlijk altijd goed gezind ben en daar ook heel snel kan spotten wie dat een minder moment heeft. Waar we dan snel ook op inspringen, want het team en het gevoel in het team veel belangrijker zijn. In 2019 willen wij onze mensen laten groeien, dus veel promoties voor de teammembers. Daarnaast hebben wij als visie voor het team om Antwerpen echt op de kaart te zetten en engineering in Antwerpen te domineren. Daar hoort bij dat wij heel veel gaan aanwerven en eigenlijk gaan moeten doen. Vroeger zou het standaard geweest zijn om een plaatsing te doen. Nu eigenlijk als manager is dat helemaal veranderd en kan ik nu trotser zijn vanaf dat iemand nieuw zijn eerste plaatsing begint te doen en echt de business begint te snappen. We zullen er ongeveer 50 zijn en ik weet dat ongeveer 90% daarvan nog steeds eigenlijk in zijn positie zit. Dus dat is een goede punt voor mij. Voor mij is het beste eigenlijk om een recruitment consultant voornamelijk in engineering te zijn. Waarom? Omdat je echt overal eens binnenkomt, je steekt je neus erin, je ziet hoe de dingen gebeuren, hoe dat de wereld eigenlijk draait. En als je dan managers ontmoet die heel passioneel zijn over waarom dat ze iemand zoeken en wat dat gaat teweeg brengen en waarom dat die persoon nodig zal zijn om een groei te maken, ja, dat zijn de beste momenten voor mij.